Hallo, ik ben K.A. Reichknight en ik zullen een lezing voor vissen verzorgen. Vissen, deze lezing is voor jou. Dit is niets nieuws. Ik trek kaarten, zie de energie om je heen en de uitkomst van die energie met tarotkaarten. Dit is een algemene vissenlezing. Je kan een zon, maan, opkomende vissen of Venus plaatsing hebben. Laten we de energie om je heen bekijken, vissen. Eén energie viert feest. Drie bekers feest. Misschien heeft het te maken met vrienden, broers en zussen of familie. Dit gaat over gevoelens en emoties, want bekers representeren die en die gaan over blijheid, feestvieren en vreugde met de mensen om je heen, vissen. Misschien ga je naar een feestje, vier je iets met vrienden en familie of je broers en zussen. Dat zou kunnen. Het is mogelijk. Alles is mogelijk, toch? Zes zijn de zwaarden. Zwaarden staan voor de manier waarop je denkt en spreekt over reizen, zwaarden of misschien bewegen. Als je niet met de zes zwaarden reist of beweegt, bevind je je waarschijnlijk op een betere plek in het leven door de vele problemen en chaos, of misschien een betere richting voor je geld, thuissituatie en leven in het algemeen. In orde? Laten we meer kaarten trekken met de zes zwaarden. Koningin van staven kan een relatie zijn met een ram-leeuw, boogschuttervrouw. Dit kan zakelijk zijn, dit kan magisch zijn, dit kan van alles zijn, maar we moeten het duidelijker maken. Je hebt de ridder van staven en boogschutter-energie, dus je kan aan het reizen zijn. Ja, vissen, je gaat binnenkort reizen, hier. Laten we het verduidelijken. Wat maakt de energie zo positief? Viering. Je viert iets hier. Ah, negen bekers, vissen. Je bent gelukkig. Je zou twee dingen kunnen vieren. Een verjaardag. Iemands verjaardag hier. Misschien niet jouw verjaardag, want het is vissenseizoen. Het is niet vissenseizoen, maar wel iemands verjaardag. Je zou hier kunnen vieren. De drie bekers hebben ze erg blij gemaakt. Anderzijds zou je iets nieuws kunnen leren. Een nieuwe vaardigheid die je kan helpen. En je bent erg blij en enthousiast over de toekomst. Toon me de zes zwaarden. Er zijn hier veel reiskaarten. De toekomst, het heden, vissen. Sommige van jullie hebben geldproblemen. Sommige van jullie hebben geldproblemen. En met de zes zwaarden zouden deze problemen in de toekomst kunnen verbeteren. Vissen. Iemand met wie je te maken kan hebben, een waterman, een stier, een schorpioen of Pisces, heeft hier geldproblemen. Maar, ik beloof je, niets is voor altijd. Niets is voor altijd. Als je van gedrag verandert, verandert je. En dus is niets in steen geschreven. Met andere woorden, als je verandert, als je van koers verandert en van mening verandert, staat niets in steen geschreven. Dus maak je geen zorgen over eventuele geld- of financiële problemen, want de toekomst brengt een risico en speelt de dwaas omdat je dat gaat oplossen. Je gaat uit die geldproblemen komen, uit die situatie. Oké, je hebt de koningin van staven. Laten we het verduidelijken. Koningin van staven voor mij, vissen. Je leert je geld, gezondheid en liefde. Je probeert geld te besparen. Veel om je geld, summonersmunten. Misschien wacht je op verbeteringen, investeringen, je geld. Ik geef je 2 jaar, vissen, 2 munten, 2 jaar om geld te verbeteren. Ik zeg niet dat er binnen 2 jaar geen verbeteringen zullen zijn, maar na 2 jaar lijkt het punt te zijn bereikt waarop het nog beter wordt. Dus voordat het beter wordt, zal het eerst nog erger en dan beter worden. Nu koningin van staven, ridder van staven. Het gaat hier over reizen, bewegen, acties ondernemen. Oh God, mijn vissen, wij hebben de wereldkaart. Dus je kent de levenslessen van de wereld. Reizen, plaatsen.